Er doet zich momenteel een sterk gerucht de ronde in de uh, game media. En dat is dat PlayStation bezig zou zijn met het ontwikkelen. Misschien zelfs al een beetje produceren. Van een nieuwe handheld. En dat is nog wel een ding. Ik bedoel, de q light want dat is de codenaam. Als we de geruchten mogen geloven, dat is een handheld à la. Daar waar Logitech mee bezig is. Of de RGLE. Of volgens mij Razer. Die is ook bezig met zo'n handheld. Een handheld waarmee je games kunt streamen. En die ook echt een <coughs> verlengde gaat zijn van je PlayStation 5. Dat is nogal een dingetje. Het feit dat PlayStation bezig zou zijn... Het is nog steeds niet officieel bevestigd. En dus moet je er altijd een klein beetje een vaatje zout bij gebruiken. Uh, het is nogal een dingetje. Want in 2019 gaf Jim Ryan een interview aan Game Informer. Uh, een interview over het vijfde, de 25-jarige geschiedenis van PlayStation. En de CEO van Sony Interactive Entertainment. Die zei daarin: volg, Het volgende: PlayStation Vita was brilliant in many ways. And the actual gaming experience was great. But clearly, it's a business that we're no longer in now. Oftewel, PlayStation had geen enkel plan. Geen visie, geen zin om nog een handheld te maken. En dat komt allemaal door het overlijden. En daar zien we een inbeeld van wat mij betreft, en ook volgens heel veel gamers, de beste handheld ooit gemaakt. De PlayStation Vita. De PlayStation Vita was de opvolger van uh, de PSP. Had ik ook. Uh, daar werden er 81 miljoen van verkocht. En mensen waren daar best wel psyched over. Het was een beetje die tegenhanger van de Game Boy-achtige uh, devices. Die met name Nintendo uitbracht, natuurlijk. En daar had je eerst, die, die voelden allemaal een beetje speelgoedachtig. Toffe handhelds, maar. Ja, een beetje, 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 beetje plasticachtig. En dit waren high-end devices. Hier kon je mee gezien worden in de trein, in het vliegtuig. En uh, logisch dus, na het best wel, wel groot succesverhaal van de PSP, uh, dat zo niet met een opvolger kwam. En dat gebeurde dus in 2011. Dat was Japan. En in 2012, uh, februari 2012, kwam die ook uit in Amerika en Europa. En het was gewoon. Technisch gezien de meest complete handheld die ik ooit heb meegemaakt. Het was een fantastisch ding qua looks. Het was een fantastisch ding qua feel. Uh, je kon er ontzettend veel mee. Je kon er films op kijken. Uh, er zat een microfoon in. Je kon ermee geluiden tegen maken waardoor dingen gebeurden. Uh, het had touchscreen. Alles. Zat erin. Uh, Bluetooth, WiFi, 3G. Uh, een ARM Cortex A9 MP Core CPU en een quad-core sgx 53 MPU MPU, GPI. Het, dat ding blies iedereen weg grafisch. En dat is ook eigenlijk wat PlayStation aangaf. Als jij nu hè, richting de PlayStation 4 wilde denken. Hè, die graphics, die waanzinnige ervaring die je thuis had. Als je dat nu ook wil hebben in de trein, on the road. Uh, op je werk of als je even niet bij de televisie kan. Dan kan dat, want daar is de PS Vita. En hier op de redactie bij Gamekings hebben we er volgens mij allemaal één gekocht. Uh, ik kan me nog herinneren dat Dennis er excited over was. Die had hem altijd bij me. Ik kan me nog herinneren dat Donnie volgens mij uh, hele complexe uh, dingen ermee deed. Films meekeek en weet ik allemaal wat. Uh, ik heb hem zelf ook en ik heb hem... Heel veel gebruikt, heel veel opgekeken. Maar drie jaar later, we hebben het over 2015, kapte Sony ermee. Stopte Sony de ondersteuning. En in totaal zijn er een kleine 15 miljoen van verkocht. 81 miljoen PlayStation, uh, Portables, 15 miljoen PS Vita's. Die markt was in één keer ingestort. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan deze markt instorten terwijl bijvoorbeeld concurrent 3DS de meest succesvolle handheld voor Nintendo is geweest? Hoe kan het dat iedereen op dat moment uh, uh, zeker handheld games wilde spelen en dat bijvoorbeeld heel erg op de mobile deed? Um, ik ben daar een beetje ingedoken, want dat is toch wel een fascinerend verhaal en dat laat ook wel zien um, de valkuilen die PlayStation dient te overwinnen. Als ze een succes willen maken van hun eventuele nieuwe handheld. Goed, um, we gaan even kijken naar de problemen uh, die er zijn. Um, eerste probleem, eerste oorzaak van het falen van de PlayStation Vita was de opkomst van. De mobiele telefoon als echt gaming platform. Ja, daarvoor had je natuurlijk ook mogelijkheden om te gamen. He, je weet het wel, de Nokia's. Daar kon je Snake op spelen. Maar goed, dat, dat, dat waren meer gimmicky-achtige spelletjes. Maar in 2012, 2013, 2014 begon dat zich echt wel een beetje uh, te ontwikkelen. En kon je gewoon hele toffe games spelen uh, op je mobiele telefoon, die je sowieso al bij had. En waarom, als je die al bij had, waarom zou je dan in de ene, ene broekzak een telefoon hebben... en de andere broekzak ook nog eens een, keer een PlayStation Vita? Dat was alleen maar extra ballast. Dus um, wat dat betreft um, hadden ze daar gewoon wel een probleem. Kun je natuurlijk weer zeggen, de 3DS had ook dat probleem, maar die hebben er geen last van gehad. Dus ik vind dat niet de sterkste... Oorzaak. Uh, de tweede was natuurlijk de 3DS zelf. De 3DS die, uh, was een jaar eerder uitgekomen. En laten we eerlijk zijn, die had ook een behoorlijke lastige start. Ze kwamen heel lastig op gang. Uh, het eerste jaar verkocht hij ook niet zo goed. Maar uiteindelijk heeft Nintendo hem wel ondersteund, ondersteund, ondersteund. Pushed, pushed, pushed. En uiteindelijk is het een zeer succesvolle handheld geworden. Iets wat PlayStation dus niet heeft gedaan. Want toen het tegenzat, eigenlijk binnen een aantal jaren, hebben ze de stekker eruit getrokken. Ehm. Uh, dat is dus wel een dingetje. Um, ja, ik heb ze allebei. Maar dan ben ik natuurlijk ook gewoon een gamer. Uh, een hardcore gamer. En ook nog eens een keer werkzaam in de games-industrie. Dus ik kocht sowieso alles wat er was voor mijn werk. Maar ik denk toch wel dat heel veel gamers keuzes hebben gemaakt. En niet allebei de consoles wilden hebben. En dan ging het toch vaak een beetje op over smaak. Maar we komen straks nog wel even op een ander onderdeel uh, uit. Die ook te maken heeft met de 3DS. En waaraan je ziet dat Nintendo dit toch beter snapte dan um, PlayStation. Um, dan hebben we het ook over. Wat ga je doen met die handheld? Wat ga je doen met de PlayStation? Hoe verkoop je hem aan de gamers? Dat is altijd echt iets heel erg lastigs. Ik bedoel, kijk. Een PlayStation 5 of een Xbox One, die zijn wat makkelijker te verkopen. Weet je, het is gewoon een console, die sluit je aan op je PC en dan speel je games. Vandaag de dag wordt het alweer wat lastiger, want je hebt de cloud erbij, uh, je kunt games streamen, et cetera. Dus het uitleggen van een game is gewoon uh, van, een, van een handheld is best wel lastig. Uh, dat heb je ook gezien bij de Wii U. Dat lukte helemaal niet, mensen snap dat niet, is het nou. Is het nou een handheld? Is het nou een console? En pas bij de Switch is het Nintendo gelukt om het neer te zetten als een hybride console. Iets wat je thuis kon spelen en dan on the road kon je exact met diezelfde game verder gaan. Dat is natuurlijk nu ook waar PlayStation een beetje op mikt. Het gaat er echter om hoe heeft PlayStation. De PlayStation Vita in de markt gezet. Ten opzichte van de 3DS. Die dus wel succesvol was in dezelfde periode. En ik kan het uitleggen. Maar ik denk dat ik beter twee commercials kan laten zien. En dan zie je onmiddellijk waar, wat mij betreft, een van de grote problemen zat. Laten we eerst gewoon eens even kijken naar een tv-commercial. Toevallig heeft deze in Australië gedraaid. Maar volgens mij heb ik hem ook in Europa gezien. Die de PlayStation Vita uh, probeert. Ja. a uh, lekker te maken for the gamers My world may seem the same as yours but it's not Where you see the familiar I conjure the unexpected Where others leave only footprints my friends have left me and passed Where I appear to be alone I'm surrounded by thousands Because in my world the rules have changed <laughs> world is a playground and all people players so i challenge you to follow me together we will reshape this world create new ones and compete like never before so come out and play you know where to find me i'm here there everywhere Goed, dit was dus de commercial van de PlayStation Vita. Een beetje vaag, meer een soort van gevoel, een soort uitstraling waarmee ze hier aankomen. Um, je kunt alles gaan spelen wat je wil. Uh, je kunt een held zijn. Het voelt een beetje aan als dezelfde vibe die je krijgt bij een gewone console. Nu gaan we naar de commercial van de 3DS en let heel goed op, die is totaal anders. Waarom spelen we 3DS? Yeah. Because battles can happen anywhere. Because playing in the dark is so awesome. It's scary. Wow. <laughs> Because driving your family crazy is crazy fun. Oh. Because visiting our friends is just the best. Da. Why do we play 3DS? Because it's Nintendo. What do you play? Nintendo 3DS and 2DS bring games, characters and friends together. Games rated E for everyone. Een hele andere vibe. Veel meer to the point. Ik bedoel ten eerste zie je gewoon kids, jongeren spelen op de console en dat is de main target groep. Je ziet wat voor games ze spelen. Je ziet hoe ze spelen, je ziet dat ze er plezier aan hebben. Het is een hele andere vibe. Het is veel meer direct. En hier sloeg PlayStation de plank volledig mis. Um, ze markten deze, uh, uh, deze handheld eigenlijk als een, als een verlengstuk um, uh, van je PlayStation thuis. Um, ze gaven ermee aan: je kunt de AAA-game spelen. Die je ook op je PlayStation speelt. En uiteindelijk, na nou een prima begin. Want een van de eerste games. En fantastische game trouwens. Dat um, is Uncharted Golden Abyss. Ging het al heel snel mis. Er kwamen niet zo heel veel grote releases uit. Ik ga ze straks nog eventjes met je doornemen. De uh, backward compatibility was minimaal. En uh, het type game was ook niet helemaal gemaakt voor een handheld. Dat klinkt heel erg raar. Ik bedoel, natuurlijk is het fucking breed... om Uncharted te spelen op een handheld. Um, Killzone Mercenary is ook een game. Fantastische game uh, om te spelen op je handheld. Een episch avontuur. Het zag er waanzinnig uit. Het, het blies natuurlijk grafisch gewoon de games van de 3DS weg. Maar als ik op een handheld speel... en dat deed ik in die tijd vaak in de trein in de bus, als ik ergens aan het wachten was, op vakantie... Um, dan ben ik niet uren aan het gamen. Ik ben niet aan het gamen zoals ik op een Playstation speel. Ik ben aan het gamen als op, als, als op een handheld. Dat zijn korte stukjes. En Nintendo maakt de games, de Pokémon's, de Mario Karts... Um, noem ze maar op, die daar gewoon op aansloten... Je kon korte potjes spelen. Je kon snel met elkaar spelen. Uh, tegen elkaar spelen. Het was typisch handheld game. Het was iets totaal anders dan wat je in die tijd op de Nintendo-consoles kon spelen. En dat verschil zorgde ervoor dat mensen snapten wat de 3DS bracht. En daar massaal uh, voor gingen. Terwijl ze bij de PS Vita zoiets hadden van: ja. Uh, ja, dat zijn nou niet de games die ik eventjes gewoon in de trein wil spelen. En ik had dat vaak het probleem. Dan was ik midden in een singleplayer-avontuur. Moest ik uitstappen. Ja, dan moest je je... liet ik dan mijn PlayStation Vita maar op pauze stand staan om het dan ergens weer even af te maken. Het was gewoon niet handig. En de ondersteuning qua games ging ook heel snel achteruit. Ik heb even gekeken. Ik, uh, ik, ik pak hier voor mezelf even dat lijstje uh, ervoor. En dan heb ik het uh, de, de, de PlayStation Vita games. Pak ik dan even. Uh, 2012, ik, ik loop er even doorheen. Everybody's Golf 6, Gravity Rush Little Pic Blended, PS Vita, die was leuk. Little Divines, MLB 12, de show. Mod Nation Racers, PlayStation All Stars, Reality Fighters, Resistant, Burning Skies, aardige game. Smart ass, Uncharted Golden Abyss, toffe game. Uh, Wipeout uh, 2048, dat was een game die echt voor handhelds. Bedoeld was uh, 2013: um, hebben we nog de Jack and Dexter trilogie, Kills Mercenary, vond ik een leuke game. Sly Cooper uh, Tear Away, uh, verder ook niks gezien. Borderlands 2 is nog uitgekomen in 2014, de God of War collection: een rehash van wat al op de PlayStation Portable was. Um, Redstone Clan Collection, veel collections. En dan is het eigenlijk wel klaar. Dus de ondersteuning vanuit PlayStation was gewoon niet afdoende. Mensen begrepen niet wat ze speelden. En als ze het begrepen, dan kwam er veel te weinig um, uit. Uh, dan werd het natuurlijk ook heel erg gemaakt. En dat maakte het ook allemaal weer lastig. Ik bedoel, de 3DS was gewoon een handheld. Van neem me mee onderweg en speel je games erop. Have fun met elkaar. Punt. Klaar. Iedereen duidelijk. Wat de fuck was de PlayStation Vita nou? Was het nou een handheld? Dan ging PlayStation het weer heel erg als de remote play gebruiken. Dus dan kon je weer aan je PlayStation 4 koppelen. En daarmee dan weer weet ik veel. Je game bedienen. Uh, waarom zou je dat in Hemelsnaam doen? Ik bedoel, daar heb ik toch een controle voor. En ik ga niet met mijn handheld op de bank zitten. Die, die, die wil ik ergens anders gaan gebruiken. Uh, het werkte perfect. Maar ja goed. Uh, je kon dat ook doen met mobile devices, dat remote play. Dus waarom zou je daar de PlayStation Vita voor gebruiken? Dus kortom, dat uh, flopte eigenlijk helemaal. Ook iets waar mensen tegen hikten was de prijs, 250 dollar. Dat klinkt nu eigenlijk als een koopje. Maar in die tijd was dat toch best wel veel geld. Terwijl de 3 DS goedkoper was. Dus mensen vonden dat ook nog wel eens een keer duur. En het werd nog duurder als je de boel ging opslaan. Want daar gebruikte Sony natuurlijk zijn eigen. Opslagkaartjes voor uh, en die waren uh, 100 dollar voor 32 gig. Uh, terwijl uh, andere SD HC memory cards uh, die je uh, zou kunnen gebruiken, maar dus niet op de PlayStation Vita gebruikt konden worden, die gingen voor 20 dollar uh, de deur uit. 80 dollar verschil, dat is veel geld. 100 dollar, dus dan had je al een device van 250 dollar en een bankje nog. Was je eigenlijk had je 100 dollar nodig om nog eens een keer die games te kunnen opslaan? Want dat was altijd een probleem. Uh, wat ik ook heb gehad, ik heb toen eens zo'n kaartje um, gekocht. Volgens mij toen ik een keer naar de E3 ga in de, in de, in de tax Free Shop kon ik nog iets, uh, 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 iets korting op krijgen. Maar dat, dat kan ik me nog herinneren zelfs. Dat, dat kost die echt een rip uit het lijf. Um, dus dat was ook niet slim. Iets wat PlayStation meerdere malen gedaan heeft, is vasthouden aan eigen Blu-ray, hebben ze het uiteindelijk dan wel gewonnen, uh, het vasthouden aan, aan eigen producten. Ik snap het bedrijfstechnisch ook wel. Ik bedoel, dan hou je het binnen het bedrijf. Maar als dat gewoon duurder is. Uh, en je de consument niet de kans geeft om te kiezen, dan krijg je dat vaak voor je kiezen. En in dit geval. Is dat ook gebeurd? Um, ja, en tenslotte, natuurlijk, ook een hele belangrijke reden. De, de, Sony gaf, gaf het vrij snel op. Eigenlijk in 2014 hadden ze al door um, dat het niet goed verkocht. Het ging maar met een paar miljoen per jaar. Um, de PSP deed dat veel sneller. En uh, dan snap ik ook wel dat de Excel uh, managers... allemaal zoiets hadden van... oké, okay, dit, dit gaat niet helemaal lekker. De PlayStation 4 daarentegen ging als een trein. Dus dat maakt het makkelijker om dan maar te zeggen... fuck it, PlayStation Vita, we stoppen ermee. En vanaf dat moment werd het dus een console... voor ja, indie developers. Third Party was er sowieso al vrij snel mee gestopt. Dat had alles mee te maken dat de architectuur... Van de PS Vita best wel ingewikkeld was. Ook een issue wat PlayStation al een aantal keren heeft gehad. Namelijk dat ze een eigen architectuur maken. Niet geënt op bijvoorbeeld DirectX en, 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 en de Windows kant als het ware. Wat, wat toch wat makkelijker lijkt te zijn. En heel veel developers gingen daar... Volledig stuk op. En dan snap ik ook wel als je als bedrijf, als publisher, zoiets heeft van: oké, okay, het is dus echt veel moeilijker. Dus je moet er meer mensen op zetten. Het kost meer geld, meer ellende, meer moeite, meer zweet, meer stress. En het verkoopt vervolgens ook nog eens een keer voor geen ene meter. Fuck het dan maar. Dan breng ik daar ook niks voor uit. En dat is vaak ook wel een klein beetje de dood voor een console of voor een handheld. Want dan moet de first party. Uh, studio's die moeten echt alles gaan maken. En dat betekent inderdaad, zoals uh, Guerrilla Cambridge, dat zij volledig uh, de car moeten gaan trekken. Het was een fantastische game, hoor daar niet van. Maar ja, goed, uh, op een gegeven moment is het een doodlopende straat. Mensen hadden geen behoefte aan deze totaal verkeerd gemarkte uh, uh, handheld. Ja, dan gaan we dus naar die Q-Light toe. Ik vind het verrassend. Um, ik had eerder gedacht dat Microsoft met een handheld zou komen en wie weet komen zij ook wel met een hybride versie. Want op dit moment is dat toch wel een ding. De tijd is er nu rijp voor. Uh, we kunnen straks gaan streamen. Het is nu mogelijk om gewoon qua schermen dezelfde resolutie, dezelfde grafische graphics uh, te gaan brengen. Uh, bedoel bedoel, die, die, die video, die processor en die videokaart... of whatever je ervoor nodig hebt, dat kan steeds compacter. Dus het kan gewoon in een console gezet worden. Batterijen worden steeds beter. Dus het kan ook nog eens een keer een aantal uren mee om te spelen. Dus logisch dat mensen nu zoiets hebben. En nu kun je het ook gewoon marketen. Uh, speel je consoles thuis, gewoon op je grote scherm... op je PC of op je Xbox of je PlayStation. En als je dan verder wil gaan in de trein... of dat je op vakantie bent of je gaat naar je oma toe... Dan kun je het met dezelfde kwaliteit gewoon meenemen naar, uh, onderweg. En dan kun je gewoon lekker doorspelen. Ik denk dat het vrij logisch is dat Sony hier ook um, ja, op mee wil liften. Ik bedoel, ik weet dat mensen soms vinden dat we wat te hard zijn voor PlayStation. Of dat het niet helemaal correct is wat we zeggen. Maar ik heb nog steeds het vermoeden dat PlayStation op dit moment wel. Ze hebben geen geld issue, denk ik. Maar ze zijn wel naastig op zoek naar. Uh, manieren om extra geld te verdienen. Hè? Vandaar het servicemodel. Vandaar dat ze ook PC games uh, nu gaan uitbrengen. Vandaar dat ze PlayStation Plus doen, of, of die verschillende tiers die ze hebben. Um, en een hybride handheld zou daar uh, zeker bij passen. Um, maar goed, dan zullen ze het wel beter moeten marketen. En hun marketing op dit moment vind ik gewoon niet zo sterk. Het is vaak Sony heeft altijd de neiging om heel erg. Ik noem het soms een beetje zweverig, maar in ieder geval. Het is vaak nooit zo direct. Nintendo is altijd heel direct. Het zijn altijd hele blije mensen, kinderen, leuke familie. Inclusief en alles. Uh, en die zijn aan het spelen met elkaar. Dus je hebt in één keer door van: oké, okay, dit is wat je kan. En dit is wat je krijgt. En dit zijn de games die je erop kunt spelen. Um, Xbox doet het nu met Game Pass. Is ook een vrij makkelijk concept. Namelijk uh, heel veel games voor heel weinig geld. Dat, dat, dat zijn catchy phrases. En PlayStation houdt van vibe. Van sfeer. Voor de players. Um, dingen waarvan je denkt: van wat bedoel je daarmee? Nou en als je succesvol bent. Dan kan zo'n imago heel erg tof werken. Hè? Dan kun je al die weird ass video's maken, commercials maken, die gewoon viral gaan. omdat mensen blij zijn met je brand. en uh, dat je succesvol bent, dat iedereen het hebt, dus dan wil je erbij horen. Op het moment dat het lastiger wordt, dan zul je toch eerder moeten gaan uitleggen wat iets is. En dat is wel iets waar ze problemen mee hebben. Kijk naar de introductie van de verschillende tiers. Best wel ingewikkeld, hè? als je dat vergelijkt met de Xbox, is gewoon dit bedrag, deze games, voor iedereen. Marketing, daar gaat het dus nu om. Dus stel dat de Q-Light gaat komen, en ik geloof er wel in, sterker nog, ik heb zo'n vermoeden dat we al heel snel hier iets van gaan zien. Want als ik het mag geloven, dan is dit voor... Uh, 2024 uh, bedoeld. En ja, dan zal je zo langzamerhand wel even... Het, uh, uh, het lontje in het kruidvat moeten steken... qua PR. Um, dan zullen ze goed moeten nadenken... hoe ze dit gaan uitleggen. Want als het gaat om... Ja, PC en... en uh, 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 PC games die je er ook op zou kunnen spelen... Um, dan heb je natuurlijk ook allerlei andere opties. Uh, waarom... Zouden mensen dit moeten gaan kopen? Wat is de meerwaarde ervan? Iets wat ze bij de PlayStation Vita volledig niet goed begrepen hebben. Ze hebben volledig misgekleund. En daarmee is, wat mij betreft, mijn favoriete handheld aller tijden. Alhoewel de Engage ook hoog scoort. naar de kloten gegaan. En dat vind ik tot op de dag van de, uh, vandaag nog steeds jammer. Want heel af en toe dan start ik hem nog wel eens op. En dan denk ik nog steeds van. Het is een awesome ding. Waarom is dit misgegaan? Helaas, toch echt PlayStation's eigen schuld.